Hallo kijkers en toekijkers, goed nieuwe video van de Minecraft. Wat zeg ik nu door van Minecraft Woestijn Survival? Het is eigenlijk een wereld van dat we heel de wereld een woestijn is en je moet hier gewoon zien te overleven. Wat ik eigenlijk in deze aflevering wou doen is de wereld wat gaan verkennen. Vorige aflevering zijn we die kant op gegaan, dus lijkt me leuk om nu die kant op te gaan. Ah, een waterput. Het is misschien niet veel en het stelt ook niet veel voor, maar om een of andere reden vind ik het toch wel steeds leuk als ik zoiets vind. Oh jee. Yeah. Ik denk dat het geen slim idee was om naar hier te komen nu het nacht is. Ik had beter misschien ook iets van een bed meegenomen om de nacht te skippen. Gewoon alle mobs om te wijken. Ah, een village. Wat ik eerst ga doen is even slapen in die village. Ja, sorry, ik klim even je bed. En nog een tempel ook nog. Elke keer als er een village is, ik ook meestal een tempel. Ik wil niet dat de creepers de hele village op gaan blazen. Maar ik heb nog overleefd, gelukkig. Oh ja, dat was hier. Zijn die boekenkasten. Die ga ik zeker meenemen. Ik denk dat we geen leer meer nodig hebben. Want in de eerste aflevering hadden we ook van die boekenkasten gevonden. En daardoor heb ik nu al genoeg, denk ik, voor een enchanting table. Dus dat is very nice. Heel misschien ga ik dit ooit ook een keer live streamen. En ben ik... Oh, een village outpost. Zo'n pillager outpost. Interessant, interessant. Daar kan ik nog eindelijk aan hout geraken, want ik vond de hele tijd geen hout. Hout is nog best lastig te verkrijgen. Feather falling, oh, dat is super handig om te hebben. Wat bone meal, nooit verkeerd. Ik had dat soort blast protection. Ik hoop nog op een diamond. Oh, geen diamond. Maar dat was alles dus. Weer tijd om naar boven te gaan. En hoe ga ik nu in hemelsnaam naar die outpost zonder dat ik doodga? Niet vergeten dat cactus ding nog te doen. En zo. Ik ben gewoon van plan bij elk tempel dat ik geweest ben zo'n cactus te plaatsen. Zo weet ik dat ik daar al geweest ben. Hopelijk zijn het niet te veel pillagers. Oeps, ze schieten wel raak. Snel de ingang in. De boven de trap op. Oh nee, daar zit er één. Ja, die kan er niet bij. Wat? Ik kon er nog gewoon nog schieten. Ah, dit is... We hebben wel een kruisboog. Maar nu kan ik eindelijk aan hout geraken. Dus dat is weer een voordeel. Dit is echt de enigste manier, denk ik. Zo nu even wat hout. Wat ik kan doen is even een schild maken. Iets wel handig met al die pillagers. Zwaard. En niet vergeten, een pickaxe, die is ook heel belangrijk. Er mag iets meegenomen worden. Meer hout verzamelen. Hier, outpost. We weten wel we hier moeten zijn. Ook hier klaar voor het avontuur. Spannend, hopelijk worden we niet gekild. Oh, we zijn er al. Wegwezen. Ja, er zijn er maar vele. Laat ik die kant op gaan. Ah, wat die pijn. Er zijn echt maar heel veel. Oké, rennen. Ren voor je leven, voor die pillagers. Oh nee, ravijn. Als ik even verder ging, was ik er gewoon geweest. Ze blijven je gewoon achtervolgen. Dit is gewoon een hele achtervolgingsscène uit de film. Ik ben wel blij dat ik het overleefd heb, want ik dacht dat ik het niet zou overleven. Nu is eigenlijk weer de zoektocht naar een ander dorpje. Jee. Ingevonden en weer mijn tempel. Ik hoop dat er nu een blacksmith is, dan kan ik misschien aan saplings komen. Oeh, dead bush. Ja, neem ik ook maar mee zeker. En enkel wat voedsel en zo.
Laten we hopen dat er Diamond sinds... Wow, was even een geluidje. Snel pressure plate weghalen. Wat zit erin? Niet zo heel erg goed. Niet zo heel erg handig om te hebben. Sweeping net is wel handig trouwens, daar ga ik wel dan weer wel meenemen. Efficiëntie 2 boek. En dan is het weer tijd om terug te keren. Laat ik dan maar naar mijn oude basis gaan. Oh nee, skeleton. Zo de strijd met de skeleton overleven. Je ziet het in de volgende aflevering.